Welkom bij Samen in Beeld. Ik ben Nikki Gijsbus, maatschappelijk werker. Ik werk bij het RIBW als ambulant begeleider. Ik ga jullie vandaag meenemen in een interview die ik al een hele tijd geleden gedaan heb met Geke. En eindelijk de kans heb om hem nu goed te monteren. Wij kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. Nee, we werken bij dezelfde organisatie, maar we kennen elkaar niet. En op zich is het niet vreemd dat ik hem niet kende, want er werken 500 medewerkers bij het RIBW Nijmegen-Gevierland. Ik had zijn naam van een collega gehoord, omdat hij heel goed de basis van ons werk kan uitleggen. En veel kijkplezier en vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Hoi, mijn naam is Geke. Ik ben ambulant psychiatrisch begeleider bij RIBW Nijmegen-Gevierland, team Dukenburg. Ja, wij gaan het vandaag hebben over onder andere de werkzaamheden als ambulant begeleider. Gecombineerd met wat wij als RIBW-medewerkers nou extra brengen als specialist in psychiatrie. Wat ik vooral leuk vind is dat je als ambulant medewerker, dat je echt midden in de samenleving staat. Mensen die ambulant begeleiding krijgen, die wonen in hun eigen huis, zelfstandig. En dan komen wij op huisbezoek en ja, gaan we met hun aan de slag. Om een praktisch voorbeeld te geven, ik heb laatst bij een cliënt opgestart die hartstikke depressief was. Ja, en dan ga je alle levensgebieden langs, hè. Onze mooie pre-lijst ga je dan langs. Nou, en als je al die dingen naloopt, dan denk ik van shit, als ik zelf in die situatie zou zitten, hè, te weinig geld, een slechte huisvesting, dan misschien zou ik zelf ook wel depressief worden. Dus wat ik mooi vind aan ons werk is dat we daarmee aan de slag gaan en dat de cliënt ervaart van god, hè, dat is toch wel fijn dat dit nou opgelost is. Waardoor je ook soms ziet dat zo'n depressie, dat die ook gewoon minder heftig aanwezig is. En dat je dan misschien ook minder moeilijk met behandeling bezig hoeft te zijn, maar gewoon al in de praktische begeleiding al een heleboel kunt bereiken. Er is een verschil tussen behandeling en begeleiding, daarover later meer. Geke legt verder uit wat het verschil tussen specialistische en reguliere ambulante begeleiding is. In de regio Nijmegen hebben ze daar een verschil tussen gemaakt. Je moet op heel veel vlakken moet je wat weten. Ik zeg soms, als mensen op een verjaardag vragen, Geke, wat doe je nou eigenlijk precies als ambulant begeleider? Dan zeg ik vaak, ik ben een beetje psychiatrisch verpleegkundige. Ik geef ook een beetje psycho-educatie. Maar ik ben ook een soort van trajectbegeleider bij sommige cliënten. En ben ook een soort van maatschappelijk werker. Ik ga ook met cliënten naar een sociale dienst. Ik ben soms contactpersoon tussen een bedrijfsarts of een UWV en de cliënt. Nou, op al die gebieden begeleiden wij een cliënt met in het achterhoofd steeds zijn psychiatrische problematiek. Soms een soort van coach die een cliënt door al die moeilijke levensgebieden heen coacht. Zo noem ik het maar. Het werk van een ambulant begeleider heeft dus heel veel raakvlakken met andere beroepen. Als je als ambulant begeleider wilt gaan werken, dan heb je een sociale opleiding of een specialistisch verpleegkundige opleiding nodig. Het hangt af van welke organisatie je komt te werken of dat dit een mbo of hbo opleiding moet zijn. Bij het RIBW hebben alle ambulante begeleiders een hbo opleiding vanwege onze specialismen. Ik zou het leuk vinden dat in ieder geval RIBW medewerkers dit zien. Ja, en ik vind ook, ik zou eigenlijk wel mooi vinden als andere, als opleidingen of andere instanties dit zien. RIBW zijn de specialisten in begeleiding van mensen met psychiatrische problematiek die of beschermd wonen of ambulant begeleiding krijgen. Enerzijds zijn wij kundig in het omgaan met mensen met psychiatrische problematiek. En anderzijds is eigenlijk holistisch naar een cliënt kijken en aanwezig zijn in de wijk, voorliggende voorzieningen inzetten. Daar zijn wij als RIBW goed in. Nou ja, er zijn ook heel veel discussies geweest om de hele reguliere specialisten op te heffen en gewoon ambulant begeleiding, punt. Daar ben ik altijd voorstander van geweest. Maar nu heb ik ervaring met reguliere begeleiders. Die kun je niet op zo'n casus zetten. Die haken zelf ook meestal af trouwens hoor. Dus ik denk, ja, uiteindelijk denk ik dat het wel moet blijven bestaan. Vrees ik, ja.
Al onze medewerkers die krijgen dus een cursus psychopathologie en die heb ik jarenlang gegeven. Je begint eigenlijk, wat is de leervraag van iemand? Wat is een psychose en hoe ga je ermee om en hoe herken je het daarvan? Wat is een waan of wat is een hallucinatie? Dus daar begin ik dan mee om dat uit te leggen met voorbeelden. En ik heb toen een cliënt van het RIBW om als actrice te werken. Dus die heb ik toen ingehuurd om gewoon te oefenen. Ik vertelde Geke dat ik me tijdens de cursus, maar dat heb ik ook in de opleiding meegemaakt, me vaak herken in verschillende kenmerken van psychische ziektes. Dus je altijd ook zelf dingen herkent en je denkt van ja, nou... Ja, maar goed ook, ja. Ja, ja. Oké, okay, want... Nee, ja, heel veel psychiatrische ziektebeelden zijn, mensen denken, zeggen wel eens van die is gek en ik snap er helemaal niks van, maar heel veel psychiatrische ziektebeelden die hebben... Ja, die hebben wat symptomen die wij allemaal ook hebben. Alleen bij een psychiatrisch ziektebeeld schieten die symptomen heel erg eruit en heel erg naar boven. En waardoor iemand dus in de problemen raakt en niet meer kan functioneren op verschillende vlakken. Ja, ik herken van alle 10 de persoonlijkheidsstoornissen, of bijna alle 10 herken ik zelf ook dingen. Dat ik denk, hé, daar heb ik zelf ook. En dat hoor ik ook altijd van de cursussen terug en van collega's. Ja, daar heb ik ook en daar heb ik ook. Maar... Je blijft wel goed functioneren, je komt daardoor niet in de problemen. En nou ja, onze cliëntenclub, ja, die hebben dan toch uiteindelijk die diagnose. Omdat ze bepaalde symptomen wel heel heftig hebben. En in een heftige mate als wij dat ervaren. Pas geleden zag ik een interview met Jim van Os, een bekende psychiater. Die vertelt over de paradox van psychoses. Om te praten over de paradox. De paradox van waanzin, want... Is waanzin een ernstige hersenziekte of is waanzin menselijke variatie? Of is het beide? Dat is ook wat Robin Timmer van Bureau Stemmen zegt. Van we hebben allemaal hebben we wel eens stemmen in ons hoofd of waanachtige ideeën. Ik denk als je echt... waanideeën hebt, dat je echt denkt van dat je hier afgeluisterd wordt en dat je er heilig van overtuigd bent en dat je daardoor in de problemen zit. Maar, ja, die zijn er heel heilig van overtuigd. Die kun je daar niet in corrigeren. En die gaan er soms ook naar handelen. En dan heb je het over een waanstoornis. Maar als iemand echt alleen een waanstoornis heeft, dan heet het ook in de DSM heet het een geïsoleerde waanstoornis of gewoon een enkelvoudige waanstoornis noemen ze dat dan. En dan functioneert iemand redelijk goed, maar die waan die is wel altijd aanwezig en niet te corrigeren. Vertrouwen winnen, contact maken, zorgen dat een heleboel dingen goed geregeld worden. En behandelen houdt in dat je echt diagnosticeert wat de psychiatrische problematiek is. Nou, heel vaak is dat medicamenteuze behandeling of cognitieve gedragstherapie. Nou, dat is vooral de tak van propozona, dat is dus behandeling en daar heb je een psychiater voor nodig. Nou, en wij als RIBW zijn meer de ogen en de oren van de psychiater. En vaak is de praktische uitvoering is vaak weer een vervolg van de behandeling. Daardoor zijn wij ook vaak meer in contact met cliënten dan bijvoorbeeld een behandelaar. Omdat daar vaak ook meer tijd in gaat zitten. Dus daarom ja, hebben wij vaak ook meer een band met de cliënt. Ja, dat is op zich wel prettig dat je daardoor een goed zicht hebt op hoe een cliënt het beste geholpen kan worden. Ja. Dat is Anouk. Die is ook ambulant begeleidster in Team Dukenburg-Lindenholt.